Twee deeltjes A en B op een golflengte van elkaar verwijderd. Verkeren in dezelfde fase omdat de golf juist in een T van A... Mijn vader was Johan van Veen en hij was ingenieur. Hij heeft de studiedienst bij de Rijkswaterstaat opgezet en vooral heel veel onderzoekingen gedaan. Mijn vader had dus twee grote plannen al voor de oorlog min of meer klaar. En dat was in eerste instantie het op lange termijn verlopende verlandingsplan. Wat zo'n 200 jaar zou duren, wilde je daarmee de kust veilig kunnen stellen. En daarbij had hij dus ook nog het deltaplan. Er was geen enkel begrip voor stormvloeden en dat, nee, dat zou allemaal wel meevallen en hou je mond nou maar. En het was natuurlijk een onheilsprofeet en daar zaten we na de oorlog natuurlijk echt niet op te wachten. Een hevige orkaan samenvallend met een springvloed bracht op 1 februari een ramp over Nederland. Een ramp die een nog niet vast te stellen schade veroorzaakte en helaas vele tientallen mensenlevens kostte. En ik weet dat hij die hele week ontzettend zenuwachtig was. Van als dat maar goed gaat. En dat hij dus ook die avond daarvoor mij opbelde, net alsof het zijn laatste avond zou zijn. Van god, morgen ben ik weggespoeld of zo. Ja. En toen heeft hij 's morgens nog de ingenieur De Vries van, ik moet er naartoe. En De Vries had gezegd, nee, dat doe je niet. En stuur maar een ander. Nee, zei mijn vader, ik ga. Toen is hij daar dus naartoe gegaan. Naar die beruchte plek naar Oudekerk, waar hij dan het meest bang voor was. Toen heeft hij dus twee schepen daar laten afzinken. Hij heeft dat niet opgeschreven, maar hij heeft dat wel tegen mij gezegd. Dat hij van tevoren, voordat het zou gebeuren, die ramp, dat hij daar toch al twee schepen had liggen met zand gevuld. Hij voorzag het. Zijn ze door het oog van de naald gekropen. Heel Zuid-Holland, Utrecht, Dordrecht, Rotterdam, Den Haag tot Amsterdam was heel Holland weg. Een iemand die voor Nederland ongelooflijk belangrijk is geweest op elk gebied. Zowel technisch, als commercieel, als milieu. Ja, daar hebben we eigenlijk onze hele toekomst aan te danken.